start is gevallen. Aan de buitenkant gaat Wright Groenhoff sterk naar voren. Die doet mee aan het duel om de leiding. Aan de binnenkant daarnaast To The Point. En aan de relingzijde gaat Jos Oorthuizen mee met Speedy Deep Now. Paarden worden op dit moment naar de relingzijde gestuurd. En de eerste drie bereiken alle drie de reling. Wright Groenhoff op de tweede plaats. Daarachter Speedy Deep Now. Dan To The Point. En daarachter Until The End met Ruud Pols. Daarachter aan de relingzijde Diabolo Cavenga. En die wordt gevolgd in het tweede spoor door Erwin Bot met Trento Rapida. Daarachter nog twee paarden. Dat zijn Rocket Space en John Steenwijk. Paarden gaan de rechterlijn overzijde door en daar is het tempo hoog. Maar gaat het nog een keertje extra omhoog, want Until The End wil de leiding gaan overnemen. En dat gaat hij nu ook doen van Wright Groenhoff. Naar het tweede spoor gaat nu ook To The Point en een galoppade van Trento Rapida. Nummer 3, galop. En Trento Rapida is ook uitgeschakeld. 16-2 was de opening en zo gaan de paarden de linkerbocht in met Until The End aan de leiding. Daarachter Wright Groenhoff en daar komt aan de buitenkant naar voren To The Point. Aan de relingzijde daarachter Speedy Deep Now. Rocket Space gaat in het tweede spoor naar voren. En daarachter Diabolo Cavenga. Die krijgt aan de buitenkant naast zich John Steenwijk. Maar onder de bocht komen de rechterlijn voor de tribune in. En een van de top driejarigen en vorig jaar de beste tweejarigen ligt aan de leiding Until The End. Until The End met Ruud Pols. Aan de buitenkant daarnaast een deelnemer die lak heeft aan reputaties. Die drukt alle paarden die hij in zijn vizier krijgt gewoon ondersteboven. To The Point. En dat doet hij dan wel in de goede zin van het woord. Galoppade van John Steenwijk. Nummer 8. Ach, hallo. Tweede tussentijd was 1:20.6 en zo gaan ze de laatste kilometer alweer in. Aan de leiding Until The End, aan de buitenkant To The Point. Daarachter Wright Groenhoff met Rocket Space en daarachter Speedy Deep Now en Diabola Cavenga. Deze zes paarden nog bij elkaar en zo gaan ze voor de laatste keer de rechterlijn overzijde in met Until The End aan de leiding. Aan de buitenkant To The Point, daarachter Wright Groenhoff met Rocket Space. Dan volgt Speedy Deep Now en als laatste van het zeskoppige pelotonnetje Diabola Cavenga. To The Point voert de druk op de leider op, komt er half naast. Until The End leidt nog steeds. To The Point ligt tweede. Wright Groenhoff derde en op de vierde plaats Rocket Space. Tussentijd 1:16.5. Een zeer constant tempo in deze koers. En zo gaan ze ook de laatste bocht in. Leiding in handen van Until The End. To The Point blijft ernaast. Daarachter aan de relingzijde Wright Groenhoff en op de vierde plek Rocket Space. Halverwege de laatste bocht leidt nog altijd Until The End. To The Point op een lengte daarachter. En aan de relingzijde Wright Groenhoff. Aan de buitenkant is het Rocket Space. Zo komen ze de laatste rechte lijn in. En Until The End houdt goed stand. En die krijgt nu nog een aanval. Zo dadelijk van To The Point. Die gaat nog een keer de tanden op elkaar zetten. Daar komt To The Point aan de buitenkant aan. To The Point aan de buitenkant gaat versnellen. Until The End aan de binnenkant. Daar komt To The Point. En die gaat hard. Maar Until The End houdt tegen. Until The End houdt een lengte. En gaat hier ook winnen. Klopt hier de oudere paarden. Until The End voor To The Point en Wright Groenhoff. Tijd was 1:17.4. De deelnemers met duo-sulkies worden dringend verzocht zich op te stellen zodat de bijrijders kunnen opstappen. U wordt in de baan verwacht.